Ik heb hier in Studio 21 afgesproken met Robert. Hij werkt bij Rental. En zij zijn van Focus Amsterdam, Van der Veen en Chain. En Chain doet, zoals ze het zelf zeggen, alles behalve de camera. Ik ben benieuwd naar zijn matchmaking tips. Robert, jij bent er verantwoordelijk voor als er mensen worden aangenomen bij Chain. Waar let jij op? Een van de belangrijkste dingen waar ik op let, is vooral dat mensen echt passie hebben voor het vak. Dus je merkt dat al heel snel in een gesprek. Heeft iemand zich voorbereid? Kijkt iemand al om zich heen op het moment dat jij naar de gespreksruimte gaat? Dat zijn dingen wat eigenlijk direct opvalt. Ja, ik ben zelf wel van nature iemand die dan echt let op de soft skills. Past iemand bij ons? Ja, is je uit het juiste hout gesneden? En dat probeer ik wel mee te nemen in een gesprek. Heb je een gesprek gehad waarbij je al na een paar tellen wist, ja, jij klopt bij ons? Ja, we hebben een aantal jaar terug gehad, een jongen kwam bij ons en die zei, mijn doel is om uiteindelijk bij de wereld daardoor verantwoordelijk te zijn voor het licht. En op dat moment, een jongen, 18, 19 jaar, die dan zegt. En als je dan ziet na een jaar of 3, 4, dat hij bij ons eigenlijk in de groep ze kunsten heeft kunnen doen en mee heeft kunnen lopen met ervaren collega's. En er uiteindelijk zit, dat is wel iets om trots op te zijn. En heb je wel eens een moment gehad dat je na een paar tellen wist, dit wordt hem echt niet? Dat heb ik ook gehad. En dan merk je dat iemand het toch te rooskleurig maakt hoe de tv-wereld is en het te mooi vindt. En dan ben je niet geschikt voor het vak. Wat zou je toekomstige sollicitanten willen meegeven? Zorg ervoor dat je cv geen poppenkast wordt. Wees duidelijk. Zeg wat je kan, wat je wil en wat jij voor ons kan betekenen. Dan nodig je zeker uit op gesprek. Maak van je cv dus geen poppenkast. Een goede tip. Dan gaan we nu naar de tip van Kirsten. Mijn tip voor een goed cv is dat je de nadruk legt op die elementen die voor die functie relevant zijn. Solliciteer jij bijvoorbeeld op een journalistieke functie, dan wil ik meteen zien dat jij een journalistieke opleiding volgt of hebt gevolgd of een andere relevante opleiding. De stukken die je hebt geschreven met een linkje, waar kan ik die teruglezen? De talen die je spreekt die belangrijk zijn voor die functie, leg daar de nadruk op.